medewerker kwaliteitscontrole in de productie. Dat is de vacature van uitzendbureau Flevo Direct, vandaag vertegenwoordigd door Diede Moermond. Diede, goedemiddag. Goedemiddag. Oh, heb je daar de muziek aan staan? Wat hoor ik daar? Gezelligheid. Ja, wat leuk. Ja, nee, wat voor mij het? Is het uit. Oh ja, het is nu uit. Ja, het leek eventjes. Ja, nee, horen we het niet meer. Ja, super. Hey, medewerker kwaliteitscontrole. Waar moet je aan de slag? In welke plaats in Flevoland? In Lelystad mag je lekker aan de slag. In een mooi bedrijf hier op industrieterrein in Lelystad. Bij een bedrijf waarin zij een speciaal product maken. En daarvoor zoeken ze eigenlijk een kwaliteitscontroleur. Kun je iets over het product zeggen? Want je hebt het al over een speciaal product. Maar dan begin ik toch nieuwsgierig te worden. Ja, nee, dat wordt helaas wat lastig. Daar kan ik niet meer, niet heel veel toelichting over geven. Jammer genoeg, had ik graag gewild, maar dat wordt wat lastig. Ja. Het is in ieder geval een product die gemaakt wordt door dit bedrijf. En dit product moet gecontroleerd worden op trekkracht, op kleur, op hardheid. Gewoon om ervoor te zorgen dat het voldoet aan de juiste klantspecificaties. Ja, het is heel... het is heel cryptisch omschrijving. Ik heb er helaas niet zo heel erg veel over geschreven. Nee, ja. maar wij gaan nu zelf beelden bij mij. Nee, maar er staat hier, dat is wel leuk, op de site van jullie, staat het goedkeuren van proefstukjes. Je test die proefstukjes elke paar minuten opnieuw op hardheid, trekkracht, kleur, et cetera, et cetera. Maar dan denk je toch, ja, wat is dat dan? Ja, dat vind ik dan jammer dat ik dat niet weet. Maar goed, je mag het niet zeggen, dat is nou helemaal zo, want anders gaan ze natuurlijk rechtstreeks naar het bedrijf bellen. Ja. Wat verlang je van die medewerker? Behalve dat hij dan natuurlijk hierop kan controleren. Nou goed, analytisch in ieder geval kan denken. Je gaat echt meewerken in de productie. Dus om de 3 à 5 minuten komen nieuwe proefstukjes binnen. En die worden dan, moeten dan weer gecontroleerd worden. Of het stukje dus goed is en voldoet aan de juiste kandidaten of aan de klanteisen. Ja. Als het niet klopt aan de klanteisen, dan moet ook de productie stilgelegd worden. Van, goh, het klopt niet, dus we moeten eigenlijk weer opnieuw beginnen. Nou, dan wordt het product opnieuw samengesteld. Dat wordt allemaal secuur afgewogen, gemeten, gewogen. En dan gaat het opnieuw gecontroleerd worden. Van klopt het nog steeds aan de specificaties? En dan gaat weer de productie door. En die proefstukjes worden dan weer opnieuw getest. Dus het moet iemand zijn die op hoog tempo kan werken. Dus echt op productieniveau. Maar tegelijkertijd ook heel gestructureerd en analytisch te werk gaat. Omdat je natuurlijk wel gewoon te maken hebt met het controleren van het product. Ja, want je hebt verantwoordelijkheid. Jij bepaalt uiteindelijk wel of die productie doorgaat of stopt, hè? Ja, klopt. Dus je hebt ook zeker een verantwoordelijkheid. Daarom is het ook belangrijk dat je het goed controleert. Dat je het alle processen goed bijhoudt, goed opschrijft. Nederlandse taal is hierin ook echt essentieel. Ja. Omdat je dus met strikte protocollen en procedures werkt. Moet je dan al ervaring hebben in deze tak van werken? Bijvoorbeeld in een laboratorium? Nou, dat is heel mooi meegenomen. Maar deze organisatie zegt ook van, goh, we willen ook wel graag iemand opleiden. Dus mocht iemand nou gewoon een hele goede werkmentaliteit hebben en zoiets hebben van, ja, dit is gewoon mijn baan en dit lijkt mij enorm leuk om te leren en te gaan doen. Dan zijn er ook zeker mogelijkheden in. Dus wat dat betreft, iedereen die wil en kan werken, die zou hiervoor in aanmerking kunnen komen. Ja, je zegt het ook terecht, een goede werkmentaliteit hebben, want het is wel aanpakken, hè? Het is doorstampen. Ja, het is zeker aanpakken en doorstampen, ja. MBO werk- en denkniveau inderdaad, hè, of een specifieke laboratoriumopleiding, dat kan natuurlijk ook allemaal. 3 ploegendiensten zijn er ook, moet je wel rekening mee houden ook natuurlijk, hè, dat je verschillende werktijden hebt. En de arbeidsvoorwaarden, want ja, daar moet natuurlijk ook allemaal wat tegenover staan, hè, tegen al deze eisen die jullie stellen, of het bedrijf eigenlijk. Ja, zeker. Ja. Ja, je krijgt een salaris van 1896 bruto per maand op basis van 40 uur. Goed, dit is allemaal exclusief toeslagen, want je wordt ingewerkt in de dagdienst. Als je alles een beetje wat meer leert en kan, ga je meedraaien in de ploegen, waardoor je ook de toeslag gaat ontvangen. Na 2 maanden wordt gekeken van, nou, hoe pakt iemand nu de werkzaamheden op? En gaan gekeken worden naar een loonsverhoging. Dus wat dat betreft heb je bij deze organisatie wel, als je het goed oppakt en goed doorzet, snel ook weer doorwikkeling mogelijkheden op het gebied van loon. Ja, en ook dan eventueel zicht op een vast contract waarschijnlijk. Ja, zeker. Ja. Ze zoeken echt iemand voor langer termijn voorbij. Hartstikke leuk. Nou, heb je interesse, zou ik zeggen, ga even naar onze website omroepflevoland.nl/gemist. Daar vind je de vacature op onze site. En anders vind je hem ook op flevodirect.nl.
Of je belt eventjes met 0320 748 800. Toch? Zeker. Mooi. Dankjewel. Ja, klopt helemaal. Tot de volgende keer, hè. Doeg!